Op Curaçao was er deze week de Suriname Week 2023, waarbij de private sector van beide landen met elkaar in gesprek ging over de mogelijkheden die ontstaan door de recente ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie in Suriname. Bijzonder was dat enkele deelnemer ervan overtuigd was dat er om diverse redenen een hechtere samenwerking moet komen tussen Suriname en Curaçao. Journalist Rosita Leeflang maakte het volgende verslag van de eerste dag. Ik ben op Curaçao, want er is hier een Suriname Week gaande. Er wordt gesproken over het doen van zaken tussen Suriname en Curaçao. En het gaat vooral natuurlijk over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van olie en gas. Maar ook andere zaken die hier allemaal spelen. Er is een grote delegatie uit Suriname speciaal naar Curaçao gekomen, directeuren van verschillende bedrijven. En wij maken speciaal voor u hiervan een verslag. Er is een plan van aanpak nodig voor deze samenwerking, zegt Toan Knipping, directeur van Amicorp Group, die in zijn presentatie sprak over de mogelijkheden voor Suriname. Maar het begint met het hebben van een visie die op dit moment nog niet voldoende gedefinieerd is, zegt Knipping. Ik denk niet dat het voldoende gedefinieerd is op een manier dat iedereen kan zeggen van oh ja, daar zie ik wat in en daar ga ik mijn steentje aan bijdragen. Oké. En wat is de grootste obstakel op dit moment, denkt u? Gebrek aan zelfvertrouwen. Okay. En hoe krijgen we dat? Door het te doen. En hoe doen we het? Door te beginnen. Eerste stap zetten, visie opschrijven. En gewoon beginnen met we gaan nu met z'n allen samenwerken. We gaan nu ervoor zorgen dat dit er echt gaat komen op die manier. En zorgen dat iedereen daarvan mee profiteert. Voormalig premier van Curaçao, Eugene Rugenat, meent dat het nu de kans is voor het eiland om bij te dragen aan de voorspoed van Suriname. Net als hoe Suriname dat voor Curaçao deed in de jaren 50 en 60. Ik denk dat de politiek natuurlijk, laat zeggen als ik kijk vanuit Suriname, zorgen dat er een hele duidelijke visie en richting is. Waar de mensen, de stakeholders, bedrijven zoals Staatsolie, die het draagt, kunnen vinden. Want daar zit de continuïteit. Maar de regering moet ook helpen waar kan. Een concreet voorbeeld vandaag was over de instituten die moeten zorgen voor bescherming van rechten van bedrijven, van de mens, van eigendom. De institutions, zoals we hebben gezegd, is heel belangrijk om, een attractieve investering. De overheden van beide landen zijn inmiddels met elkaar in gesprek. Advocaat Patrick Schmidt benadrukt dat het plan van aanpak er liever vandaag dan morgen is. Echter maakt Schmidt zich ook zorgen. I am concerned about the time between now and when the revenues come in. That's going to be that's a significant period of time. So my concern is, what can we do for Suriname now? Because a lot of people are hurting in Suriname, inflation problems, and so on. So I'd also like to see a focus on what can be done now to help Suriname get to those revenues. Een hele inspirerende dag. Er is veel gezegd, er zijn veel voorstellen gedaan. Ik denk dat ook de Surinaamse ondernemers hier veel aan hebben gehad. We zijn aan het eind gekomen van de eerste dag van de Suriname Week hier op Curaçao. Gehost door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dank u wel dat u heeft willen kijken. Ik ben Rosita Leeflang voor ATV vanuit Curaçao.